Yo mensen, tof dat jullie kijken bij een gloednieuwe aflevering op ons kanaal Team SWAT. Sorry dat er lang geen video meer was geweest, maar daar gaan we het niet meer over hebben. We gaan het over hebben over... Dat jullie niet gezien. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. En dat pakketje is... Pokémon! Helaas niet 30 pakjes zoals ik jou heb geteld, Yassine. Maar dit. Ik ben er super blij om. En ik zie al een hele mooie kaart. Het is een Arceus pakket. En die kostte eigenlijk 30 euro of zo. Maar we gaan hem uitpakken. Kijken. Wow. Zo. Oké, de kast is leeg. Wow, en wat is dit? Even kijken. Wow, kijk. Wat? Dit is een poster van Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby en Pokémon Alpha Sapphire. Oké. En dit is het pakketje. We hebben ook zoals jullie zien een sleutel hangen. Die ga ik eens even eruit pakken. Kijken, hoe moet je dit open doen? Oh, zo. Nou, dit is één kant. Nou, goed dag. Twee pakjes. Heel mooi. Oh! Dit is geen sleutelhanger, jongens. Moet je zien. Dit is voor een je t-shirt te doen. Wacht even. Oh, die moet je draaien. Oh, wacht even. Zo. Joris, die lijkt die net goud. Wacht, ik doe hem er eens in. Kijk als die werkt. Ik ben er wel super blij mee dat ik deze heb gekregen. Nou, die hangt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar die hangt. Oké, die laat ik. Oké. En nu laat ik de rest van de video om. Wordt het beter. Oké, kijk. Nu gaan we deze mooie kaart openen. Die komt in mijn verzamelhoofd. Pam, 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 pam. Wat is holo? Moet je zien. Wow. Wel slechte kwaliteit. Hij is nou al gebogen. En jongens, deze kaart is 20 jaar oud. Van de 20 jaar bestaan van Pokémon is deze ook 20 jaar oud. Daarom was die ook zo tussen duur. We hebben ook twee pakketjes. En die gaan we openen. Oh. Even kijken. Dat was ook zo'n trucje. Oké, 1, 2, 3. Hier zo. Zo, oké, dan gaan we openen. De eerste is een Flabibi. De tweede is een Energy Card. De tweede is een, de derde is een Cloyster. De vierde is een Machop. De vijfde is een Powers. De zesde is een Energy Card. Vuur. Ja, en de volgende is een Geodude. De volgende is een... Oeh, een Tauros holo kaart. Sterretjes, als jullie het goed kunnen zien. Boah, deze is vet. Moeten jullie deze zien? Wally. Holo. En de volgende is een... Oh, Snorlax. Nou, die hebben we dan ook weer. Wacht even. Zo. Nu deze. De laatste pakketjes. Sorry dat het zo snel ging. Maar. Kijk. 1, 2, 3. Naar de voorkant. Zo. Een Snowhunt. Een Pokeball. Normaal. Een Haunter. Ik hoop echt op een EX. Oh, een Meow. Een Y-horn. Een Ponyta. Een Magikarp. Wow. Een Butterfree.
Wait the fuck. Het is geen EX of Energy card, maar moeten jullie zien. Wow. En een power set. Deze is cool, jongen. Oké. Ik laat jullie nu eens even allemaal zien. Maar ik doe wel even de camera mooi opschuiven. Dit was wel heel kort, weet ik. Wow. Zo. Oké, deze waren wel mooi. Deze waren mooi. Een goed pakketje. Oké, de eerste pakket was een... De eerste pakket was een Powersect. De tweede was een Magikarp. Wacht, ik weet niet of jullie... een Magikarp. Toen was het... Wacht. Ah, zo. En toen was er nog een Ponyta. Een Whinehorn. Oh. Whinehorn. Een Meowth. Een Haunter. Een Pokeball. Een Snowend. Een Flabibi. En natuurlijk Magikarp en Powersect. En nu hebben we ook nog eens even kijken. Dit was de eerste pakketje. Hadden wij een Snorlax. Een Geodude. Een Energy Red card. Een Powers. Een Machop. Een Cloyster. En een Energy card. Double Colorless Energy. Oké, en dat was de normale kaarten. Kijk hoor. Oké, hier komen de holo slash speciale. We beginnen met een hele mooie Arceus card. En deze vind ik echt vet. Een Yveltal. En een Butterfree. En een Taurus. En een heel mooie, een Energy Card Wally. Nou, hopelijk vonden jullie dit een mooie pack opening. Met deze kaarten, deze zijn de mooist. Maar hopelijk hebben jullie genoten. Dan zie ik jullie voor de keer, wacht, doe die like omhoog. Abonneer hier beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, jongens. Ciao. Serious? Ja. Doei.